afscheid van Amerikaans volk. Carlita, de snelle bokser. En iedereen moet kunnen sporten. Goedenavond en welkom erbij. De wereldbevolking wordt dikker. Obama neemt afscheid van het Amerikaans volk en PLO-bushouders krijgen hun geld. We starten de avond met de korte nieuwsberichten. De PLO-bushouders zijn uitbetaald. Ze hebben hun subsidie van de overheid ontvangen. Dat betekent dat ze niet in actie hoeven te gaan en het openbaar vervoer is gegarandeerd. Het ministerie van Financiën heeft iets meer dan 7 miljoen SRD overgemaakt op de bankrekeningen van de bushouders. Afgelopen dinsdag hadden de bushouders nog aangegeven dat als zij hun gelden niet zouden krijgen, zij in actie zouden gaan. De PLO-bushouders hadden 6 maanden lang hun subsidie van de overheid niet ontvangen. En zoals andere volwassenen hebben ook zij een gezin om te verzorgen. Ook hun bus moet onderhouden worden. Zonder geld kunnen ze dat niet doen. De leden van de particuliere busorganisatie gaan volgende week weer aan tafel met de regering. Ditmaal om te praten over nieuwe bustarieven. De wereldbevolking wordt dikker en dikker. Bijna 2 miljard mensen hebben overgewicht of lijden zelf aan obesitas. In sommige landen wordt overgewicht gezien als een welvaartsziekte, dus dat het supergoed gaat met je. Achteraf gezien lijden zulke mensen meestal aan hart- en vaatziekten. In het Afrikaanse Kenia lijden heel veel bewoners aan obesitas. Ze zijn veel te zwaar en hebben daardoor last van een hoge bloeddruk. Het gaat vooral om de bewoners van de sloppenwijk Korogocho. Ze wonen dicht bij de vuilnisbelt Dandora en pakken gewoon alles wat zij daar vinden om te eten. Kip, kaas en bananen. Alle voedselresten die daar worden gedumpt, worden door deze bewoners geraapt en klaargemaakt. Of zelf verder verkocht voor een beetje geld. Ze kunnen niet anders. Veel mensen uit Korogocho zijn arm en hebben geen baan. Het belangrijkste dat deze mensen nodig hebben is geld. Want daarmee kunnen ze naar school gaan en een opleiding volgen en weten ze beter voor zichzelf te zorgen. De Amerikaanse president Barack Obama is druk bezig zijn toespraak te schrijven, want op 10 januari geeft hij zijn allerlaatste speech. Daarmee neemt hij als president afscheid van het Amerikaans volk. Hij doet dat in zijn oude woonplaats Chicago. Veel Amerikanen waren blij met Obama als president. Hij was niet alleen geliefd bij de volwassenen, maar ook de kinderen vonden hem een coole en stoere president. In zijn toespraak zal hij even terugblikken op zijn periode als president, maar zal ook enkele ideeën die hij niet heeft kunnen uitvoeren vertellen. Officieel komt er pas op 20 januari een einde aan zijn ambtstermijn, wanneer Donald Trump wordt beëdigd door de nieuwe president van de USA. Vaak hoor je dat sommige sportsoorten niet voor jongens of meisjes is. Ballet bijvoorbeeld wordt gezien als een meisjessport en voetbal als een sport voor jongens. Maar hoe staat het dan met boksen? Carlita wil graag een professionele bokser worden en daar werkt ze heel hard aan. Met haar verhaal won de Homo TV uit Nicaragua de hoofdprijs tijdens de Wadada Kids Summit. Cinco minutos y estaremos dando inicio a esta noche deportiva. En el mundo del boxeo me dicen Carlita la prontita luna. Antes de cada pelea siempre me da un poco de nervios, pero pienso que eso es normal. Yo siempre voy con las ganas de ganar, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. En la esquina roja, Carlita la prontita luna. En la esquina azul, Adela la peligrosa. Morimboseña, Suazo. Tu defensa, buscala, buscala con ya, con ya. Ella tenía 9 años cuando comenzó a practicar el boxeo y lo miraba como muy grosero para ella. Mi mamá también estaba indecisa en esas cosas de que no, no me gusta eso, eso no es para vos, vos sos una niña. Al comienzo yo pensé también que este deporte no era para niñas.
y no lo miraba muy bien porque yo le decía a Walkiria, uy, este deporte van a decir que vos no sos niña, no te van a ver femenina. Y a mí no me gustaba, pero yo también decía, el deporte al igual tiene que ser para mujeres. Miren el fútbol, hay mujeres que lo juegan. Y al igual el boxeo tiene que ser así. Practico boxeo desde hace 3 años en el gimnasio Guerreros de Cristo. Los chavalos y chavalas que vienen aquí, algunos son del barrio y algunos son de barrios vecinos. Y cuando yo llego allá me siento una persona libre, puedo expresarme con todos y ellos sí me entienden. No es lo mismo aguantar con un hombre como con una mujer, se siente raro pues. Que no me gustaría para una mujer, pero es obligatorio. Antes tal vez yo iba a karate y todo, y me decían cochón y todo. Y a mí me da risa porque que yo sepa, la mujer también tiene derecho a sus deportes y todo. Me desestreso de todo, siento que es lo único que me interesa por el momento, nada más. Hoy todos nos reunimos para ver la pelea del Chocolatito. Si hoy gana, se llevaría su 4º título mundial. Es el boxeador más importante de Nicaragua. ¡El new! ¡Ganó Chocolatito! Es mi deporte favorito y es lo que quiero, es eso. Lo que quiero ser más grande, quiero ir a campeonatos en otros países. ¡La Prontita Luna! Met dit verhaal heeft Nicaragua ook de eerste prijs van het Prix Jeunesse Festival gewonnen. Hun boodschap was duidelijk. Sport is voor iedereen en niet gebonden aan geslacht. Als je het leuk vindt, moet je het gewoon doen. Ook in onze rubriek Voornemens 2017 hebben we het over sport. In 2016 deed Suriname mee aan verschillende internationale evenementen, zoals de Olympische Spelen in Brazilië, de Consudo Games in Colombia en op dit moment speelt onze nationale voetbalselectie de Caribbean Cup in Trinidad en Tobago. Zo zien we dat veelbelovende sporters uitschieten. Maar hoe staat het met mensen die minder makkelijk kunnen sporten? Wat moet in 2017 gedaan worden aan verbetering in de sport? Niet alleen voor topsporters, maar voor iedereen. Sport is niet alleen heel leuk als je het heel goed kan, maar het is ook een mooie manier om andere mensen te leren kennen, om te ontspannen en ook om je horizon te verbreden. Zo zijn topsporters als Sandrina Hunsel, de sportvrouw van 2016, een voorbeeld voor velen. Zij kent een bijzonder succesvol jaar in haar sport, volleybal. Sportief 2016, volleybal-wise was het een heel goed jaar. We zijn met beachvolleybal tot de laatste ronde voor de Olympische Spelen gekomen. Dus dat was ook al een hele prestatie voor ons. En daar hebben we ook gezien waaraan we moeten werken. En verder zijn we ook wat zaalvolleybal betreft, ben ik met Condor kampioen geworden. En wat nationale selectie van Suriname betreft, zijn we op de eerste ronde van WK kwalificatie ook kampioen geworden. Dat wil zeggen dat we naar de tweede ronde gaan. En wat gewoon Suriname sport over het algemeen betreft, vind ik dat er toch wel een positief jaar was, omdat we een vervelende economische situatie hadden het afgelopen jaar. En ik heb toch gezien dat delegaties konden afreizen om Suriname te vertegenwoordigen. En vooral ook jongeren, want daar begint het. Dat is de basis, dat de jongeren die ervaring opdoen. En dat stemt goed dat we een goede toekomst tegemoet gaan. Sandrina heeft als topsporter elk jaar goals die zij wilt behalen, zoals het behalen van titels. Zij is voor de jeugd een ware inspiratie in wat ze doet en probeert dat ook constant uit te dragen. Sporten kan namelijk op heel veel vlakken goed zijn voor kinderen. Het kan bijdragen aan hun ontwikkeling en hun gezondheid. Wat zou er in 2017 nog moeten gebeuren zodat die ontwikkeling nog beter gaat? Ik wil dat ze op scholen
meer sport moeten ondersteunen. Verschillende taken van sport waar je zelf je sport kan kiezen. Welke sport je wilt doen op school als kind. Mijn wensen voor de komende jaren is dat Suriname een beetje op niveau gaat sporten. Investeren in de jeugd. Dat wij op een hoger niveau in de Olympische Spelen mogen komen. En aan meerdere sporten meedoen. Voor kinderen is het heel belangrijk. Bijvoorbeeld als een kind vanaf kleins af naar sport gaat. Is het wel beter, want dan later ben je ook beter. Want ik ben pas dit jaar begonnen met turnen. Want sommige kinderen die vanaf kleins af zijn begonnen. Of de meeste topsporters doen het sport vanaf kleins af. En zijn ze ook beter erin. Dus eigenlijk wat ouders kunnen doen is de kinderen naar sport sturen. Dus laten sporten en misschien worden ze later ook zelf een topsporter erin. Wat jij kunt doen om 2017 tot een succesvol sportief jaar te maken, is zoveel mogelijk te bewegen met vriendjes en vriendinnetjes. Zo blijf jij lekker fit. Elke dag een half uurtje flink bewegen is al genoeg. En vind jij voetballen bijvoorbeeld heel leuk? Dan kan jij informeren welke verenigingen in jouw buurt oefenen. En de 10 minuten zijn weer om. Maar we zijn er morgen weer bij een nieuwe uitzending. Slaap lekker! Doei!